Goedemiddag. Goedemiddag, van harte welkom. Esme Jansen, vertel eens, wat is uw rol hier in dit gebouw? Ik ben hotelier en restaurateur en eigenaar van het kloostercomplex. Dat ik verworven heb in 2002 van de gemeente Maastricht. Eigenlijk het hele klooster was verlaten in een zeer slechte toestand. Ruïneus, zou je kunnen zeggen. We hebben het toen gerestaureerd en omgebouwd tot een designhotel. Dus eigenlijk is het totaal geen kerk meer op dit moment. Geen kerk het is echt meer, alleen ja, maar een hotel. Het is geen kerk meer sinds 1797. En heeft u zelf ook iets met de kerk of bent u katholiek? Of bent u... Ik ben katholiek, jazeker. En wat heeft u dan? Hoe ervaart u dat? Nou, je moet natuurlijk met veel eerbied met zo'n erfgoed omgaan. Even een heel andere vraag. Dit gevoel wat ik erbij krijg, ik zie bijvoorbeeld een grafsteen, ik zie... Ja. Echt hele kerkelijke dingen, maar ik zie ook heel veel hele moderne dingen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen ook kunnen denken van ja, doet u alleen om veel geld te verdienen? Of doet u alleen, wat vindt u daarvan? Heeft u er wel zulke opmerkingen gehad? En eigenlijk het mooiste compliment dat we gekregen hebben, hoe wij dit gerestaureerd hebben, was van Pater Vaanholt, dus de generaal-overste van de kruisheren. Ja. En hij zei, wij zijn heel blij hoe u dat met al uw mensen gedaan heeft. Met respect voor de geschiedenis van de kruisheren, want dat zie je overal terug. En die details, die ga ik u nog laten zien. Ja. Maar ook, u doet eigenlijk hetzelfde wat wij deden vroeger. U ontvangt reizigers, dat deden wij ook vroeger. U geeft ze onderdak, dat deden wij ook vroeger. U geeft ze te eten en te drinken. Dat deden wij ook vroeger. U laat ze tot rust komen. U laat ze overpeinzen. U laat ze nadenken. U laat ze genieten. U laat ze genieten van de architectuur, van de geschiedenis, van de kunst, van de kleuren. En u heeft dat met zoveel respect gedaan dat wij daar als kruisheren heel erg blij mee zijn. Wij kunnen het niet meer, maar wij vinden dit de allerbeste oplossing. Nou ja, dat is toch mooi als je dat hoort.